Het is warm gewoon. Wat een lekker weer. Hey jongens, en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. En welkom dus weer terug op mijn kanaal. In deze video wil ik het gaan hebben met jullie over spirituele aanwijzingen. Hoe weet je nou dat er spirituele wezens, gidsen, engelen, het universum, je hogere zelf, je ziel, hoe je het ook wilt noemen, met jou probeert te communiceren? Vind je spiritualiteit nou leuk en wil je er meer over weten? Abonneer je dan op mijn kanaal en like de video. Dat zou ik super leuk vinden. En dan gaan we snel into de video nu. Mijn allereerste echt concrete ervaring met betrekking tot spirituele aanwijzingen kreeg ik toen ik een burn-out had. Ik zat toen helemaal niet lekker in mijn vel en ik wist het allemaal niet meer. En nou ja, als je mijn burn-out verhaal hebt gekeken, dan weet je hoe ik me voelde. Of wellicht heb je zelf een burn-out gehad en weet je wat het met je doet. Ik zat er gewoon echt helemaal doorheen. En ineens begon ik allemaal cijfers en getallen te zien. Dus dat is echt de allereerste aanwijzing die ik concreet kreeg met spirituele aanwijzingen. Ineens ging ik getallen zien. En niet zozeer zomaar getallen, dus niet zozeer een 8 of een 6 of zo. Nee, echt engelengetallen. Ik zag ineens 12-12 de hele tijd op de klok. Of ik zag ineens 13-13. Of ik zag ineens 11-11. Of 2020. En met name in het begin heel vaak kwam 2020, 21-21, 16-16. Zijn getallen die ik heel erg vaak zag. En het is niet zo dat ik dan op mijn mobiel zat om te kijken van oké, nee, nu is het 16-16. Nee, het was puur toeval, hè? Dus dat ik mijn mobiel opende en hey, 16-16. Ergens anders op de klok keek, in de auto of waar dan ook op een klok keek en precies zag die getallen. En dat bleef ik maar zo houden. En niet eens zozeer dat ik me erop focuste, maar dat het gewoon echt op mijn pad kwam. Dat ik dacht, hoe dan? Hoe kan dit? Dit is iets, ik kon het gewoon niet verklaren. En dat was dus ook echt mijn allereerste ervaring. En dat ik echt dacht, oké, hier zit echt meer achter. Ik ben niet gelijk gaan googlen. Ik ben pas echt na een paar maanden gaan googlen. Toen dacht ik, oké, dit is echt heel vreemd. Het komt iedere keer heel toevallig op mijn pad. Wat is dit? En toen kwam ik erachter dat dat dus engelengetallen zijn. Engelengetallen zijn dus getallen die dubbel zijn. Dus bijvoorbeeld zoals 11-11, 2020, 22-22. Ieder getal heeft een eigen energie en dus een eigen betekenis. En dus nu zie ik ook gelijk een van de eerste vlinders dit jaar, het citroentje, net voorbij vliegen. Hoe mooi is dat? Daar gaan we het straks ook nog over hebben. In ieder geval, ieder getal heeft dus zijn eigen energie en zijn eigen boodschap die hij mee wil geven. En daar kwam ik dus achter toen ik ging googlen op engelengetallen. Echt ontzettend prachtig wanneer je dat eenmaal doorhebt. En wanneer je dus weet van oké, dit is wat mijn hogere zelf, mijn gidsen, mij mee willen geven. Zoals ik net zei, de vlinder vloog voorbij. En dat zijn dus ook echt tekenen vanuit het universum. Dieren. Heel vaak komen dieren op ons pad. En dan niet zozeer gewoon random dieren. Nee, dan zal het je echt opvallen dat je één bepaald dier heel erg vaak gaat zien. Dat die om je heen is. Of dat je hem heel vaak ziet, heel vaak hoort. Maakt niet uit wat het is, maar gewoon dat iets eigenlijk consistent herhaalt. En niet zozeer dat jij je daarop focust, maar dat het gewoon continu op jouw pad komt. Zo heb ik een hele tijd gehad inderdaad dat vlinders op mijn pad kwamen. Ik heb een hele tijd gehad dat er Nu zit ik in de fase dat de liefheersbeestjes helemaal op mijn pad kwamen. Hiervoor in de winter zag ik met name heel veel roodborstjes op mijn pad komen. Ja, wat heb ik nog meer? Oh ja, heel veel buizerds. Die zie ik ook overal altijd. De ene keer dus meer en de andere keer dus minder. Dus het hangt echt heel erg af van welke boodschap is voor mij en wat wil het universum mij vertellen en wat wil het mij meegeven. Dus dat is ook echt een hele mooie boodschap die je mee kunt krijgen. Of een mooie aanwijzing die je mee kunt krijgen. En Google dus ook dan weer als dat iets is wat jij steeds tegenkomt op je pad. Ga ook weer googlen naar de betekenis van dieren. Met name de spirituele betekenis van dieren. Dan kom je daarop uit en kun je er meer over te weten komen. Superleuk. De volgende is liedjes. Nummers, muziek.
Toen het uitging met mijn vorige relatie, dat was echt bizar. Ik was altijd iemand, ik luisterde muziek, maar ik luisterde niet echt naar de tekst. Dus ik was vooral heel erg meer gefocust op het horen van de melodieën, het horen van het voelen, het ervaren van muziek. Maar niet zozeer met wat de tekst nou van de muziek inhield. Tot toen. Toen kreeg ik iedere keer nummers op mijn pad. En het is zo mooi als ik daaraan terugdenk. Nummers op mijn pad die mij echt wat wouden vertellen. Echt, de tekst van die nummers was spot on. En ik voelde dat ook helemaal. Dat was het allerbelangrijkste. Dan kwam er zo'n nummer op de radio. En dan voelde ik helemaal, dit nummer, deze is voor mij. Dit is echt iets waar ik nu naar mag luisteren. En of bepaalde woorden die resoneerde dan heel erg met mij op dat moment. Heel erg met mijn gevoel. En dat zijn dus ook weer echt boodschappen en tekenen. En waar je dus echt naar mag gaan luisteren. Die speciaal voor jou bedoeld zijn op dat moment. En die je nodig kunt hebben. Daarnaast ook bepaalde woorden. Dat is iets waar ik de laatste jaren heel erg die op mijn pad zijn gekomen. Op een gegeven moment was het zo dat bepaalde woorden echt structureel constant terugkwamen. Niet omdat ik er naar googelde, niet omdat ik er op zoek naar was of wat dan ook. Nee, het kwam letterlijk iedere keer op mijn pad. Is het via een boek? Is het via een persoon? Is het via iets wat ik tegenkwam op internet? Maakte niet uit, ik kwam iedere keer dat woord tegen. Is het dat een boek voor mij lag en mijn oog er letterlijk naartoe gezogen werd op die manier? Bijvoorbeeld met shamanisme. Dat woord was iets waarin ik me echt mocht gaan verdiepen. En wat echt op mijn pad kwam. Door middel inderdaad van het iedere keer zien in bepaalde boeken. Of dat iemand anders tegen mij zei van wow, je hebt echt mooie ogen. Je lijkt echt zo'n shamanistische vrouw. Nou, noem het maar op. Echt allemaal diverse dingen die op mijn pad zijn gekomen. En puur met dat woord. En het is niet eens dat ik iedere keer dat soort boeken las waar dat in zou kunnen staan of wat dan ook. Nee, het was gewoon zo dat overal en nergens opkwam poppen, om het zomaar te zeggen. En dat was zo mooi. Dat is zo bijzonder dat op die manier werkt. Dus merk je in je leven dat bepaalde woorden iedere keer weer zich een weg vinden naar jou. Ga daarop letten en ga daar ook wellicht iets mee doen, want wellicht is het gewoon een boodschap voor je. De volgende aanwijzing kan zijn jouw innerlijke stem of jouw innerlijk gevoel. En dat is eigenlijk ook wel weer een beetje wat ik net bedoelde te zeggen met dat je oog ergens heel erg op af gestuurd wordt. Soms heb je dat er iets op je pad komt en dat je echt voelt van hey, dit is voor mij. Echt dat snapgevoel, dat intuïtiegevoel, dat in de moment gevoel, alleen op dat moment. Dus niet meer dat je hoofd erover gaat nadenken of gaat denken van oh, dit kan wel eens iets voor mij zijn. Nee, het is een gevoel, het is een instinct, het is een oergevoel. Je merkt dat heel sterk. Dat is er een seconde en daarna is het ook gelijk weer weg. Dat gevoel bedoel ik met je innerlijke stem en je intuïtie, je gevoel. En dat zijn vaak ook echt tekenen dat iets er voor jou is. Om het zomaar te zeggen, je gut feeling, wat je wel vaak hoort. Dus echt dat je eigenlijk in heel je kern en heel je lijf weet, hey, dit is voor mij, dit is voor mij bedoeld. Soms heb je dat gewoon. Dan lees je een vacature bijvoorbeeld en dan weet je gewoon, of dan weet je niet, dan voel je dus gewoon, hey, deze is voor mij bedoeld. En wanneer je dan gaat solliciteren, word jij het ook. Of wanneer iemand anders een bepaalde vraag heeft en jij instant ineens gelijk voelt, hey, dit is het voor mij, dan is dat ook voor jou. Dat is letterlijk jouw gut feeling wat jou een richting probeert te sturen, wat echt voor jou bedoeld is en waar jij op mag gaan vertrouwen en mag gaan volgen. En als laatste, dromen. Dromen zijn bedrog, of ja, misschien helemaal niet zelfs. Want via jouw dromen kunnen ook boodschappen tot jou komen. Met name bepaalde inzichten, spirituele ontwakeningen kunnen echt via je dromen komen. Via je dromen sta je ook meer open voor suggesties, voor je onderbewustzijn. En vaak communiceert het universum of je hogere zelf via het onderbewustzijn met jou. Dus via dromen kun je daar veel
veel lichter of veel, veel beter mee in aanraking komen. En dan is het dus ook vaak zo dat wanneer jij 's ochtends jouw dromen nog weet, dan is dat toch echt wel een teken. Dan zit er een bepaald gevoel onder, een bepaalde laag, een bepaalde boodschap onder die het jou wil meegeven en waar jij wellicht iets mee mag gaan doen. Je hoeft natuurlijk nooit iets te doen met al deze boodschappen. Je mag er iets mee doen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar op die manier probeert het universum en je hogere zelf, je ziel, jou wel echt een kant op te sturen die goed is voor jou. En die waar jij in kern wat aan hebt en die in kern juist goed is voor jou, wie jij in kern bent. Dus niet de aangeleerde laag om jou heen, de geconditioneerde laag om jou heen. Nee, jouw kernpersonage, dus wie jij echt in kern bent. We vinden het vaak lastig om bij die kern te blijven in de maatschappij. En daarom maak ik deze boodschap ook. Omdat spirituele aanwijzingen daar echt gigantisch bij kunnen helpen. Om jou toch bij jezelf te laten blijven. Zodat je niet helemaal verward raakt in wat de maatschappij van jou wil. En je op een gegeven moment gewoon jezelf kwijtraakt. En zoek bent met wat je nou eigenlijk wilt en wie je bent. Dus vandaar deze video. Maar goed, dus via dromen kunnen ook hele mooie boodschappen komen. En met name ook, het heeft niet zozeer te maken met wat er in de droom gebeurt. Als het kan ook te maken hebben met het gevoel die droom geeft. Wat voor gevoel krijg je nou bij die droom? En is dat iets waar je in je dagelijkse leven last van hebt? Of wat je nog mag loslaten, wat je mag helen, waar je mee aan de slag mag? Of op wat voor manier dan ook iets mee mag gaan doen? Misschien word je er juist wel heel blij van en krijg je er inspiratie van. En is het daarom iets wat er op jouw pad is gekomen? Dus word je heel erg bewust van de aanwijzingen die je krijgt in het dagelijkse leven en probeer daar iets mee te doen, mits je daar dus voor open staat en er iets mee wilt doen. Ik hoop dat je deze video weer leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken natuurlijk weer voor je tijd en voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Dan zie ik je heel erg graag weer volgende week terug bij een nieuwe video.